Visse, welkom bij jullie reading. Jij versus je persoon, degene aan wie je op dit moment denkt. Ik had alle sterrenbeeld readingen gedaan, alleen het sterrenbeeld Vissen nog niet. Dus ja, dat ga ik nou doen. Vissen, en ja, we gaan kijken met de tarotkaart wat jullie energie is ten aanzien van die persoon waar je op dit moment aan denkt. En ook wat de energie is van je persoon ten aanzien van jou en jullie situatie. Dit is voor iedereen die Vissen in zijn zon, maan of ascendant heeft of een andere plaatsing. En het kan iedereen zijn aan wie je denkt. Het kan een collega zijn, het kan een vriend, vriendin. Het kan een geliefde zijn, familielid, noem maar op. Wat we onder op het dek hebben liggen is de zwaarde 5. Vissen. Ja, je ziet iemand houdt zijn hoofd vast. Die zwaarde 5 kan te maken hebben met conflicten, een verlies. Het kan te maken hebben met keuzes die je gemaakt hebt, waar je nu van denkt, waren misschien niet de juiste keuzes. Het is ook echt een energie van willen winnen, kosten wat het kost. Iemand die geen rekening houdt met anderen. Iemand die misschien wat mindgames speelt met die zware energie. Het heeft te maken met het denken. Ik zie de kelken 3 eronder liggen. Dus ja, vriendschappen, familie. Er kan zelfs wat sprake zijn van wat roddel. Jaloezie. Dus we gaan het zien. Universum, wat is de energie van het sterrenbeeld Vissen ten aanzien van de persoon en zijn of haar gedachten? De energie van het sterrenbeeld Vissen. De magier. Dat is jouw energie, tweelingenergie. Wat is de energie van het sterrenbeeld Vissen ten aanzien van een persoon en zijn of haar gedachten? De pentakels 3. Dus je wil aan iets werken, Vissen. Pentakels 3. Je bent bereid om ergens samen aan te werken. En dit is ook een kaart van wederzijdse waardering, respect. Krachten samen bundelen om iets nieuws te creëren. En dan hebben we de dwaas. Een nieuw begin, een nieuwe start met een schone lei beginnen. Dat is wat jullie willen creëren, wat je wil. Ja, wat je aan het manifesteren bent eigenlijk met die magier. Dit is wat je voor ogen hebt, waar je op focust, misschien wat je visualiseert. En voor sommigen van jullie heeft het ook te maken met een werksituatie. Waarin je een soort van nieuwe start, een soort van risico, een samenwerking aan zult gaan. Of je wil graag een samenwerking aangaan met iemand. En bent dit aan het manifesteren. En je gaat daar de controle in nemen. Je gaat de actie ondernemen die nodig is. Je gaat een soort van sprong in het diepe wagen. Een risicootje nemen met die dwaas. Universum. Ja, kijk, want je wil de overwinning, de zegen behalen. Staven 6. Wauw. Je wilt balans creëren met deze persoon die je in je gedachten hebt. En ik heb heel sterk het gevoel dat het te maken heeft met vriendschappen of familie. Universum. Wat is de energie van de persoon waar Vissen aan denkt? Wat is de energie van de persoon van het sterrenbeeld Vissen? Pentakels 8. Ja, dus dit kan ook te maken hebben met een collega. Of iemand op je werk. We hebben de aas van zwaarden. En dit ligt in je energie van je persoon. Dus iemand krijgt ergens duidelijkheid over. Iemand neemt een besluit. Wat is de energie van de persoon? Iemand is bereid om ergens aan te willen werken. Dus ik zie van beide kanten hier dat er een samenwerking. Openstaan voor samenwerking. En de zwaarde 6. Ook weer een kaart van naar kalmer vaarwater gaan. Het verleden laten rusten, achterlaten. Eventuele conflicten die er zijn geweest met die zwaarde 5. Of een verlies wat er heeft plaatsgevonden. Want het is ook een kaart van er zijn altijd verliezers. Er is eigenlijk geen winnaar in de situatie. Je kunt te maken hebben met een schorpioen, kreeft, Vissen. Maar dat is natuurlijk jullie eigen energie. Ik heb ook steenbok en tweeling.
En stier, weegschaal, energie. Ja, vissen, we gaan de kaarten verklaren. Onder op het volgende dek hebben we jullie eigen energie weer. Die koning van kelken. Ja, dus je hebt de controle. Die koning van kelken is iemand die heeft controle over zijn emoties. Ook al is het water heel erg wild. Dus iemand die heel sereen hier zit. Een soort van pokerface. Er valt niet aan te zien dat ja, hij in wild water, in chaos, dat er van alles speelt. Iemand heeft heel goed die controle over zijn eigen emoties. En het is iemand die heel behulpzaam is, begripvol is. Iemand die emotioneel volwassen is. Die koningen staan in hun kracht. En dit is jouw energie. Dus je hebt al ervaring. Je hebt al, ja, je bent emotioneel gegroeid. En weet daardoor ook heel duidelijk voor jezelf wat je wil. Manifesteren met die magier. Waarom ligt hier de magier? Voor sterrenbeeld vissen. Waarom ligt hier de magier? De zonkaart. Ja, dit kan zijn een spirituele ontwaking, helderheid krijgen, een nieuw begin, een nieuwe start. Een bevrijding. Ja, echt datgene volgen wat je zelf wil doen. Want dit is ook iemand die zich niks aantrekt, maar echt heel blij zichzelf is, zichzelf uit. Dit kan ook te maken hebben met allerlei ideeën die je krijgt, motivatie, inspiratie. Waarom ligt hier die Pentakels 3? Voor sterrenbeeld vissen. Die Pentakels 3 is ook je skills verbeteren. Of jezelf verbeteren. Niet bang zijn om fouten te maken. Van je fouten kun je leren. Ja, ik heb het gevoel, voor sommigen van jullie zijn er bepaalde keuzes die je gemaakt hebt. En dit kan dan in relatie zijn tot een bepaalde persoon waarvan je nu denkt van, ja, dit kan op een andere manier. En je bent zelf in staat om dat te creëren. Die situatie zo te creëren als je wil met de magier. En er is misschien een samenwerking nodig. We hebben voor die Pentakels 3 de Pentakels 10. Wat te maken kan hebben met familie. En we hebben de doodkaart. Wat te maken heeft met een verandering, een transformatie. Er kan dus ook een verandering plaatsvinden als het gaat om je stabiliteit, je zekerheid. Waarom ligt hier die dwaas? Dus waarde 3. Waarom ligt hier de dwaas? De kelken 7. En de pentakels 8. Ja, er heeft wel hier teleurstelling of ja, bedrog of verraad of pijn, verdriet plaatsgevonden met die zwaarde 3.
Ik zie ook dat er tussen jou en de persoon waar je aan denkt misschien het vertrouwen geschaad is. Je voelt je in je rug gestoken. En ik zie ook dat er een derde partij kan zijn. Dus als het gaat om een liefdesromantische relatie, dan kan er ook familie of vrienden tussen jou en deze persoon in zijn komen te staan. Waarom ligt hier de pentakels 8 bij je persoon, vissen? Waarom ligt hier de pentakels 8? De ridder van pentakels, stier maakt steenbok. Waarom ligt hier de pentakels 8? De hoge priesteres, vissen energie. En we hebben de pentakels 5 voor je persoon. Ja, iemand voelt zich in de kou staan, alleen gelaten, onzeker. Iemand is heel intuïtief. Iemand heeft het gevoel dat een ander spelletjes gespeeld heeft en voelt zich de dwaas. Dat ligt wel in jullie energie. Er kunnen dingen voor je achtergehouden zijn, geheime vissen. Je kunt ook te maken hebben met iemand die wat twijfelachtig is, een hele langzame energie. En het komt voort uit onzekerheid en een soort van negatief denken. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? Waarom ligt hier die aas van zwaarden? De zwaarden 2. Ja, iemand weet niet welke keuze te maken. Heeft zichzelf afgesloten. Je persoon dus in deze. Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Waarom ligt hier de aas van zwaarden? Vissen, het kan zijn dat je zelf spijt hebt van hoe je iets aangepakt hebt ten aanzien van de persoon. Of je hebt misschien iets besproken met vrienden of familie en dit gaat over een partner of ja, die zich daarbij buitengesloten voelt. Waarom ligt hier die aas van zwaarden? En de pentakels 9. En ik zie dat jij eraan wil werken. Hoe gaan we dit oplossen? Ja, wat kunnen we eraan doen om nog aan deze situatie te werken? Om verandering te brengen met die transformatiekaart, de doodkaart. En het kan zo zijn dat je persoon zich echt fysiek ook teruggetrokken heeft. Of je misschien zelfs geblokt heeft. Het kan zelfs zijn dat iemand een relatie verbroken heeft. Waarom ligt hier de zwaarde 6? Waarom ligt hier de zwaarde 6 voor de persoon van sterbeeld vissen?
totaal lichtjaarswaarde 6. De pentakel 6. Waar ligt je zwaarde 6? Schildknaap van kelken. De duivel en de geliefde kaart. En dan weer stier, maar steenbok energie. Sterk steenbok met de duivel. En we hebben tweeling energie weer met de geliefde kaart. Het kan zijn dat deze persoon echt een vissen wacht op een excuus of op een openhartig gesprek. Wacht op waarheid. Omdat er op dit moment nog dingen zijn die niet duidelijk zijn. Of die een soort van geheimen die bewaard worden. Het is misschien nodig om dat er een waarheid gesproken wordt. Of dat er een excuus aangeboden wordt met die schildknaap van kelken. Met de pentakels 9, dit is echt een single energie. Voor sommigen van jullie heeft het te maken met een situatie die ook met geld te maken heeft. Ja, ik heb het gevoel, je persoon trekt zich terug. Heeft je misschien geblokkeerd? Er is onduidelijkheid. Er heeft zich emotioneel teruggetrokken. Maar wil wel aan de dingen werken. Maar er is een soort van, een blokkade. Ik heb het gevoel dat iemand de controle wil houden over de situatie. Kijk, die duivel heeft te maken met extreme. En alles wat extreem is, of extreem veel, extreem gefocust, geobsedeerd, controle, materialisme, noem maar op, verslavingen, ongezonde gedrag. Dat wordt allemaal ongezond op het moment dat het te veel is. Dus dit kan iets zijn wat bij jou ligt, wat van invloed is geweest op je connectie met deze persoon. En deze persoon kan jou ook zien als iemand die niet wil veranderen, heel stug is misschien. Of vraagt van jou inderdaad om je verantwoordelijkheid te nemen voor deze connectie, de relatie en een keuze te maken. En als er sprake is van vriendschappen of familie of andere situaties of personen die tussen jou en deze persoon in komen te staan, dan heb ik het gevoel inderdaad dat jouw persoon van je vraagt om sowieso voor waarheid, duidelijkheid, maar ook misschien om een keuze te maken. En iemand die wacht op een soort van excuses,
zodat een conflict achtergelaten kan worden. Iemand wil een open, eerlijk gesprek. En het kan zijn dat jij, en draai de rollen om even, want de rollen kunnen ook omgedraaid worden. Maar het kan zijn dat jij op de een of andere manier beperkt wordt in deze connectie met de persoon aan wie je denkt. Dat er bepaalde blokkades zijn. Maar ik zie ook dat er iemand is die nogal manipulatief kan zijn. En als je te maken hebt met een ander waterteken, sterk schorpioen. Maar ook vissen heb ik hier dus liggen. Ja, je kunt te maken hebben met iemand die ook wat manipulatief is. En je kunt zelf een soort van voorgevoel hebben hierover ook. Als het met werksituaties te maken heeft, dan kan het ook iemand zijn die een soort van misbruik heeft gemaakt van zijn positie. Misschien een leidinggevende persoon. Dus dit is eigenlijk wat er naar voren komt. Ik zie ook dat je anders naar een situatie gaat kijken door communicatie die daar binnen gaat komen of door iets waar je achter komt vissen. Iets wat achtergehouden is, iets wat je zelf uitvindt, waar je zelf achterkomt. En waarbij je het gevoel hebt dat je misschien gebruikt bent door iemand. Of ja, je hebt je, iemand heeft je, hoe zeg je dat? Taking you for a fool. Iemand heeft je echt om de tuin geleid of een spelletje met je gespeeld. Wat eigenlijk een hele grote verandering, wat een eye-opener is voor je, maar wat tegelijkertijd ook echt een hele grote verandering brengt in hoe je deze persoon ziet. En voor sommigen van jullie heeft het al plaatsgevonden, en voor anderen van jullie gaat het nog plaatsvinden. Je gaat echt twijfelen van, ja, wil ik nog samenwerken met deze persoon. Op welke manier dan ook. Dus ja, kijk hoe de energie voor jou resoneert. Als het resoneert, laat het zeker weten. En ik wens jullie heel veel liefde en licht toe. Tot de volgende keer, vissen.